eerste man die afgelopen zondag So You Think You Can Dance won. En ook heel graag voor hem wilde dansen, Danny Boom. Gedanst voor de man waar je met So You Think You Can Dance, dat is een held voor je eigenlijk. Waarom is dit nummer zo speciaal voor je, Danny? Omdat tijdens So You Think heeft dit nummer heel veel in mij losgemaakt. En ik ben daar heel dankbaar voor. Ik vind het ook een heel mooi nummer om op te dansen. En ja, het betekent gewoon heel veel voor mij. Ik zal het niet vergeten. Kom even bij, want ik wil wel weten wat het heeft losgemaakt. Kijk even naar hoe jij afgelopen zondag won. Ja. De winnaar van So You Think You Can Dance 2013 is Danny! Danny, gefeliciteerd, man! Je bent erbij adem een beetje. Wat heeft het losgemaakt precies, Formidable? Ja, bij dat nummer moest ik heel diep gaan graven in mezelf. En ik heb voordat So You Think de live shows begonnen, heeft mijn vader in het ziekenhuis gelegen. En die heeft een herseninfarct gehad. Dus ja, die periode is heel moeilijk voor mij geweest. Ik ben zelfs nog beginnen te twijfelen en zo of ik wel verder moest gaan. En in die dans kon ik dat gewoon heel erg kwijt. Het heeft mij echt wel geholpen. Je bent verder gegaan, je hebt uiteindelijk gewonnen. Je hebt nu zelf voor Stromae kunnen optreden. Wat heeft dit je nog meer opgeleverd tot nu toe, deze winst? Heel veel dingen zijn. Heel veel deuren voor me opengegaan. Er zijn heel veel reacties gekomen van mensen die echt zijn begonnen met dansen. Ook heel veel jonge jongens, laat maar zeggen. Die ik heb geïnspireerd dat technisch dansen, laat me zeggen, ook mooi kan zijn. En dat je daarmee ook heel veel kan bereiken. En vooral heel veel erin kwijt kan. Merk aan mezelf ook, je kan zoveel emoties erin leggen. Je kan zo vrij bewegen. Je kan er alles mee doen eigenlijk. Hoe gaat het met je vader nu? Het gaat nu al een stuk beter. Hij heeft nog een beetje ups en downs. Maar het gaat de goede kant op. Ik ben blij dat je hier was. En gefeliciteerd nogmaals met So You Think You Can Dance. Thank you.